Weduwe Mark de Hond. Laatste maanden waren super intens. Ramona Fransen, de weduwe van Mark de Hond, noemt de afgelopen maanden waarin ze haar man verzorgde tot zijn overlijden super intens. We moesten allebei wel een knop omzetten om dat te kunnen doen, zei Ramona woensdag aan tafel in Op 1. Maar uiteindelijk heeft het ons ook heel veel gebracht en was het gewoon heel mooi en fijn om te doen, ging Ramona verder. We hadden er allebei niet aan moeten denken om ook nog verpleging in huis te hebben. Het was een bewuste keuze en heel bijzonder. Theatermaker, presentator en rolstoelsbasketballer Mark de Hond stierf begin juni aan de gevolgen van kanker. Zijn boek Licht in de Tunnel, over de laatste periode van zijn leven, verschijnt vrijdag. Maurice de Hond, ik heb dankzij Mark de kracht gekregen om door te gaan. Mark de Hond heeft zijn naasten in aanloop naar zijn dood veel steun en kracht gegeven. Omdat de presentator, theatermaker en rolstoelsporter, die woensdag op 42-jarige leeftijd overleed aan de gevolgen van kanker, al langer wist dat hij dood zou gaan, deed hij er alles aan om zijn geliefden te laten weten hoe belangrijk ze voor hem waren. Dat vertelt zijn vader Maurice de Hond vrijdagavond in hem.